Dit is wel een mooi plekje, Michel, of niet? Ja, ik ben hier getrouwd. Ben je hier getrouwd, ja? Ja. Hoe lang is dat geleden? Waar jij zit. Hoe lang is dat geleden? 5 jaar. Mooi, man. Ja. Dat is mooi, man. Hey, maar Michel, eindelijk, ik spreek je al het hele jaar over de stadsfeesten, want jij bent een van de organisatoren daarvan. We hebben het er nog helemaal niet over gehad aan publiek. Dus vertel eens even wat het is bijna, hè? Ja, 7, 8, 9 en 10 juni. Dan organiseren we met eigenlijk de hele stad de stadsfeesten in Middelburg. 30 locaties ongeveer. Dus, verschillende evenementen en activiteiten voor jonge naad. Het is een samenwerking eigenlijk van alles. Ja, maar dat is echt wel goed gegaan. Want dat is natuurlijk altijd wel lastig in Middelburg om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Ja, dat is een dingetje. En dat is een dingetje, ja. Maar, nou, maar dat doen er echt veel mee. Want ik heb natuurlijk al wat andere posters er zo voorbij zien komen. Kan je een paar hoogtepunten noemen? De jongens van Team Peach die hebben bij de Seismonen een festival. 3 dagen lang. En Team Peach die doen ook vaak dingen in Schuttershof? Ja, Schuttershof. Die hebben op vrijdagavond sexy bij de molen. Op zaterdag is het eigenlijk voor jong en oud. En op zondag hebben ze een springkussenfestival. Maar wij beginnen vrijdag met op de markt om 1 uur. Ook met springkussens, echt voor de kinderen. Dus we willen eigenlijk vragen of alle kinderen naar de markt komen. Want om 4 uur dan komt de UCR langs. Die hebben een cortege, dus de graduation is dan. Dus komen ze daar met de hele stoet langslopen. En de wethouder die opent de stadsfeesten. Nou, daarna heb je de stadsloop, dus de spektakelrun. Om 7 uur begint die. Ik doe het nu even uit mijn hoofd, maar het zou even anders kunnen zijn. Ongeveer, ja. Ongeveer. En daarna is de stadsloop vanuit de ZLM Dom. Daarop volgt op plein 1940 heb je ethisch verantwoord. Wat normaal gesproken altijd in de spot is. Heeft de spot nu aangeboden om op plein 1940 te doen. In samenwerking met de organisatie Bella Vesta. En de ondernemers die daar zitten. Dus ja, dat wordt ook één groot feest. Op zaterdag heb je de Veteranendag. Voertuig op de markt, eigenlijk ieder jaar. In de haven zijn er van allerlei activiteiten. Bij de Kloveniers Doelen heb je allemaal activiteiten. De kunstbende staat daar ook op vrijdag. Op zaterdag popronde en pokoe. Noem het maar op. En waar is pokoe? Pokoe is bij de Kloveniers Doelen. Oké. Okay. En dan hebben we de Middelburgse Atelierstichting. Die gaat open voor zaterdag en zondag. Zondag hebben ze daar ook iets voor kinderen, dus kunnen ze kinderen ook... Dat is het gebouw bij de Gravenstraat? Ja, dat is dat hele, met het hek ervoor. Ja, precies. Ja. Nou, leuk dat ook meedoet. Geloof, hoop en liefde. Ja. Dus ook, dus hartstikke leuk om naartoe te gaan. En ik zal nog veel meer dingen vergeten, want er zijn... Oh ja, op het Walplein is een Passamallo. Op de Vismarkt heb je een Vintage Markt op zaterdag. Oh ja, daar is Hajo weer bij betrokken. Hajo, die gaat daar een plaatje draaien. En Damplein, heb je daar nog iets? Dat, nee, Damplein hebben we dit jaar. Alleen bij de juf staat vanuit het podium Amateurkunst staat er wel 2 artiesten op zaterdag. En ook door de stad heen verspreid, dus op de Groenmarkt. Onder de toren bij Les Finado hebben ze op zaterdag iets voor met salsa. En op zondag... Ook voor kinderen. Ja, maar er is echt veel. Want op zondag is er ook nog wat bij de Kloveniers Doelen. Zag ik ook nog een feest. Ja, bij de Kloveniers Doelen hebben ze dan Ibiza Lounge. Een beetje rustige muziek. Precies, ja. UCR doet mee. Die hebben een expositie hier op de Helm. We zitten staan nu in het stadhuis, dus hierachter. Bij de Helm hebben zij een expositie vanaf 2 uur. Dat is ook wel heel erg leuk om naartoe te gaan. Het wordt gewoon een heel mooi feest. En het is grotendeels gratis, toch? Of is alles gratis? Ja, grotendeels gratis. Net als het feest bij de Seismonen gratis. Dat is allemaal gratis. Goed, de cinema die heeft een aantal films aangeboden, waaronder A Star is Born, maar dan de sing-along versie. Precies. Queen is daar, maar dat is een bioscoop, dus dat kan niet helemaal gratis. Logisch. Maar we kunnen ook verwijzen naar de website, neem ik al, waar daar staat het programma al op. Of, ja. Want de posters die komen net van de pers. Hier heb je er eentje. Ik heb even hier... Kijk, ja, precies, dus dat zijn de posters en de flyers komen er ook aan. Ja, met een mooi schemaatje waar alles is te zien en te doen. Ja. Ik zal er heel veel vergeten. Maar, Tegen die tijd komen we nog wel terug. Misschien kunnen we op een paar locaties nog gaan kijken met een paar. Dan, vooral met de mensen die het organiseren, want daar gaat het precies, om. Precies, jullie doen het met z'n allen. En, wij zijn een soort overkoepelend iets. En eigenlijk organiseren de mensen zo... Ja, zo dicht mogelijk. Je wordt er niet rijk van, zullen we maar zeggen. Nee, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja, je bent er heel erg mee bezig. Dus alvast bedankt voor al jullie inzet. En
We spreken elkaar binnenkort. De laatste vraag, neem jij deze stad tot je vrouw, ja of nee? Wat is daar wat op je hand? Mooi man, hey, bedankt hè. Hoi.